Mediation met de Belastingdienst, is dat eigenlijk mogelijk? Deze vraag ga ik vandaag stellen aan Arnoud Boy en Charlotte Bikkers, de partners van Fiscaal Advocatenkantoor Boy Bikkers. Hallo. Dag, hoi. Leuk jullie weer te zien. Zeker. Ik vroeg me af dit keer, mediation met de Belastingdienst, is dat eigenlijk mogelijk? Jazeker. Ik heb er zelfs een boekje over geschreven. Ga zitten, dan ga ik er iets over vertellen. Ik ben benieuwd. Het gaat vaak om geëscaleerde situaties met de Belastingdienst. Er zijn veel problemen, vaak ook nog andere problemen, los van de belastingen. En ja, die moeten opgelost worden. En dat kan door middel van mediation. Dan kan er gevraagd worden om mediation. En dan wordt er een mediator aangesteld die kan bemiddelen bij deze problemen. En probeert met de ervaring die hij heeft om een constructief gesprek met de Belastingdienst aan te gaan. Mediation eindigt vaak in een vaststellingsovereenkomst. Daarin worden dan de afspraken vastgelegd tussen partijen. Maar het kan ook wel eens voorkomen dat partijen er in mediation niet uitkomen. En dan kan natuurlijk gewoon weer door worden geprocedeerd. Wordt er dan wel veel gebruik van gemaakt? Het komt best vaak voor. We doen ook regelmatig een verzoek om mediation. En we hebben op kantoor twee gecertificeerd mediators. Die kunnen optreden als partijbegeleider, maar die kunnen ook als mediator optreden in een mediation. Als er mediation wordt gevraagd, stelt de Belastingdienst vaak interne mediators voor. Dat zijn mediators die in dienst zijn van de Belastingdienst, maar die zijn wel neutraal en die zijn heel goed opgeleid en kennen de Belastingdienst heel erg goed. Dat kan heel nuttig zijn en ze zijn ook nog een keer gratis. Maar als daar twijfel over is, dan kan altijd om een externe mediator worden gevraagd. Fijn om te weten dat die mogelijkheid er ook is. Dankjewel. Ja, graag gedaan.